Amsterdam heeft een museum gebouwd voor één man en is bezig het in te richten met 230 schilderijen en 500 tekeningen van die ene man, Vincent van Gogh, die maar 37 jaar geworden is. Bijna al zijn werk is nog in Nederland. Het bezit van de Vincent van Gogh Stichting is sinds 1930 in het Stedelijk Museum in wisselende samenstelling geëxposeerd geweest. Nu krijgt het zijn eigen huis. Vincent heeft in zijn leven maar één bewonderaar gekend, zijn broer Theo. Het daglicht wordt gezeefd eer het op de schilderij invalt. Wie er plaatsing wordt uitgezocht met behulp van op maat geknipte stukken pakpapier met een verkleinde reproductie. Pas dan worden de schilderijen opgehangen. De opstelling werd bepaald door dokter-ingenieur Van Gogh, een neef van de schilder die levenslang voor het werk van Vincent geijverd heeft. Bij de opening van het museum dankte de koningin dokter Van Gogh voor zijn toewijding aan het levenswerk van Vincent. De belangstelling voor dit werk is ook in het buitenland zeer groot. Dat rechtvaardigt de bouw van een geheel museum voor die ene man. Een museum waaraan ook een bibliotheek verbonden is, die buiten werken over hem ook 700 brieven van zijn hand bevat. Men verwacht een klein miljoen bezoekers per jaar in het Rijksmuseum Vincent van Gogh te Amsterdam.